Today's guest is radio host Sven Hornelis. And I met Sven when we both became the host, the TV host of the youth broadcast Ketnet in 1997. That's a long time ago. Now, Sven knows how to turn his hobbies into revenue streams. And his nickname, the would-be chef, led him to write a cookbook, publish it, build an online culinary platform where he creates partnerships with brands. And every month, 100,000 visitors will visit that platform. But he also bottles his own favorite wines under his label. One of his most recent entrepreneurial endeavors is publishing his own books on walking and cooking under his own publishing label. Now, my conversation with Sven is in Dutch, so you can watch this episode with English subtitles on my YouTube channel. The link is in the show notes. I hope you enjoy the conversation. Welcome to the Own Your Story podcast, the place to learn about personality branding, thought leadership, and how to capitalize your reputation. In other words, how to own your story. I'm your host, Janka Vlerakas, former actress turned into six-figure entrepreneur, author, and keynote speaker. Let's get started. Dag Sven. Dag Janka, fijn om je nog eens terug te zien. Het is lang geleden. Ja, we zijn denk ik al ondertussen allebei in een andere levensfase terechtgekomen. Zo lang geleden is het, hè? Want wij waren echt nog prille twintigers, hè? Met Ketnet 97. Ja, ik ben nu 50 geworden. Wat ben jij trouwens ondertussen? Ook zoiets. Zoiets. Ook zoiets. Inderdaad, we deden Ketnet. We waren bij de allereerste lichting. Ik heb er supergoed herinneringen. Ja, wij waren toen zo... Wij mochten, omdat er nog geen regels waren, niemand wist hoe dat moest, deden we gewoon ons ding met de nodige... Kleine schandaaltjes en stoute dingen als gevolg, maar heel leuke tijd. Maar voor mij was jij was zo iemand die van de radio kwam en dan de Ketnet ineens kwam doen en dan weer terug naar de radio ging. Alsof dat een soort van intermezzo was voor een camera, maar toch liever alleen die micro en zo. Ben ik daar nu verkeerd of... Nu, ik ben helemaal verkeerd. Dat de liefde voor radio groter is dan voor televisie, dat zeker. En dat de liefde heel groot is voor het live gebeuren. Want ik had best wel al dingen gedaan op televisie. Ja, tuurlijk. Dus niet allereerst. Ik had in Nederland ontbijtshow op televisie gedaan. En dat was ook een soort van radio op televisie dat rechtstreeks... dan zie je wel, klinkt er niet, dan botst het. Dat was altijd wel... Een beetje mijn stijl, en dat is tot op vandaag zo. Ja, jij was eigenlijk de enige die met het live gebeuren vertrouwd was. Hè? Want voor mij was het de eerste keer live televisie. Dus dat was zo dat concept van, oké, wat ik nu zeg, is ook nu. Met de kinderen thuis. En voor jou was dat... Maar jij was wel vertrouwd met de camera's. Ja, het is dat. Ietsjes minder, want ik had andere dingen gedaan. Ja. Dat live gebeuren vind ik wel het meest mooie van het soort tv die we toen gemaakt hebben. En van de radio die ik tot mag maken, Zeg, en dan dus vandaag zit je bij Joe, ook al heel lang, en vooral altijd zo vroeg. Ja, ik ben eigenlijk al sinds kindsbeen af echt een ochtendmens. Hè. Mijn papa is altijd een grote atleet geweest. En toen hij ging trainen, toen we nog heel jong waren, ging dan trainen, 's ochtends vroeg, soms drie keer per dag. Zat ik als klein mannetje blijkbaar al voor het raam te kijken tot hij thuis kwam van zijn vroege loopsessie. Ik heb dat altijd wel gehad. Het is ook, als je over radio spreekt, het allermooiste uur om radio te maken. Op dat moment wil iedereen weten van hoe de dag start, wat er gebeurt in de wereld. Je zit eigenlijk op het mooiste moment van de mensen een dag waar alles begint. Ja. En is het gewoon het plezantste moment en het meest invloedrijke moment om radio te maken, sowieso. Ja, ik ben blij dat je er zo over denkt, want jij moet wel uit je bed om 4 uur 's morgens of zo. Hè? Dat is niet zo'n probleem. Dat is geen probleem. Ofwel heb je dat, ofwel heb je dat niet. En bij mij is het, ik ben ochtendmens, maar ik heb eigenlijk niet zo'n enorm veel last van het gegeven bioritme. Allerlei slaapexperten geloven dat soort uitleg niet, maar het is wel zo. Ja. Dus ik kan evengoed 's nachts gaan DJ'en, wat ik ondertussen ook al meer dan 30 jaar doe. En dan een dag later weer om 4 uur opstaan, kan het gewoon. Ja. Ik sta versteld. Ik volg jou, zoals velen natuurlijk, op Instagram. En ik ben ook een ochtendmens, hè. Maar zo ochtend? Behalve wel in de zomer. Maar je hebt echt waar, je hebt geen bioritme. Het lijkt alsof je continu door kan gaan, vroeg op. En dan nog op die kilometers wandelen. Trouwens, ik ben ook een wandelaar, dus I know the feeling. Oh. Maar dan nog eens die nacht ingaan. Hoe pak je dat aan? Oké, dat wat in je zit, maar je moet toch iets hebben van
routines of trucjes om dat aan te kunnen of zo, weet ik. Nee? Ja, kijk, het zijn een paar dingen samen en die denk ik in deze podcast wel ter zake doen. Ik heb zeer jong de beslissing genomen van alleen maar de dingen te doen die ik graag doe. En ik ben er eigenlijk super consequent in. Ik werk graag superveel, maar ik beschouw het maar voor een stukje als werk. En alle dingen die het werk maken, die probeer ik uit te besteden en andere mensen te geven. Ja. Goede professionals rond mij te verzamelen. En ik denk dat is altijd zo geweest. Ik weet nog in mijn beginperiode, wanneer ik als eerste van iedereen, als jonge radiomaker, beslist dat er elke dag iemand in mijn huis moest komen helpen, kuisen, dan is het halftime dan. Dat is voor mij, dat haalde zoveel stress en zoveel druk weg. En met die vrijgekomen tijd kon ik weer andere dingen doen die ik graag deed. Dus op het praktische, persoonlijke vlak. Maar dat is ook professioneel, juiste mensen rond je krijgen. Ja. En, en als je dan de dingen doet die je graag doet, en ook echt de dingen die je niet graag doet, ook niet meer doet. Hè. Dus televisie doet daarom niet meer, omdat zo dat live gegeven dat je in radio hebt, met informatie en zo afkomen, dat is moeilijker op televisie. Mm-hmm. Dus je gaat mij niet in spelletjes zien opduiken. Terwijl ik ben bijvoorbeeld een enorme hobbykok, maar zelfs elke kookcompetitie op televisie laat ik aan mij voorbij gaan. Ik heb daar gewoon geen zin in om uren te wachten voor televisie. Dus ik doe echt consequente dingen die ik graag doe. En haal daar energie uit. Ja, maar dat probeer ik zelf ook te doen. De vraag is alleen van, wat is het? Heb je een soort van proces om dat dan te weten te komen? Hè? Want soms komen er nieuwe dingen op je pad. En wat is het dan? Moet je dat dan eerst uittesten? Of heb je, zoals ik, een aantal vragen klaar van die vragen, dan moet er 2 op de 3 positief zijn en dan doe ik het. Of is er zo een systeem waardoor dat je kan beslissen? Er is eigenlijk geen systeem. Het is van zeer jonge leeftijd, nog voor ik in de media zat, het bewustzijn van ik heb mooie talenten gekregen, ik heb ook dingen die ik niet kan, en dat geldt eigenlijk voor elk van ons. Ja. En daar heb ik dan gedacht van, ik focus mij gewoon op die dingen die ik kan, en ik probeer die zo goed mogelijk en met zoveel mogelijk goesting te gaan doen. Ja. En natuurlijk is het een leerproces. In het begin zijn er dingen, als je echt jong bent, dan moet je je pad een klein beetje zoeken. Maar bij mij is het altijd duidelijk geweest dat creativiteit op de eerste plaats kwam. Dat doe ik ontzettend graag. Mm-hmm. Dingen verzinnen, creatief bezig zijn, vind ik plezant, maar dat verbindt mij met heel veel mensen in de media natuurlijk. Maar dat ik ook echt, wat ik niet graag doe, niet doe, heb ik heel snel geleerd. Van oké, dat was leergeld. En nu ga ik dat soort dingen niet meer doen. Omdat binnen het kleine speelveld waarin ik wel talent heb, er zoveel mogelijkheden zijn. Ja, zoveel mogelijkheden. Ja en de ondernemer in mij zegt van dan, oké, dat is perfect, dat is wat je hoort te doen. Natuurlijk is er altijd van de groep die zegt van, ik wil dat wel, maar één, je moet zorgen dat je verdienmodel dat dan kan oppikken, al dat uitbesteden, nice, maar je moet dat dan kunnen doen. Hoe heb je die balans gevonden? Want alles zoveel uitbesteden, dat kost ook wel wat. Je ziet in een business dat dat dan kan naar boven trekken, waardoor dat die balans zich terugvindt. Of heb je je daar helemaal niks van aangetrokken? Ja, maar dat is natuurlijk niet van het eerste moment zeggen, ik ga nu in mijn onderneming die ik heb 10 man personeel in dienst nemen. Die heb ik vandaag nog altijd niet, omdat je net die dingen doet die je graag doet en dan met de juiste mensen samenwerken. Maar helemaal in het begin zijn dat hele kleine dingen. En Janka, dat gaat dan niet over personeel in dienst nemen of zo. Dat gaat erover van, oké, weet je, ik weet nog de allereerste keren, ik had een discussie met Erwin Dekkers, waar ik toen ochtendshow mee deed, op Bonna en later op Q-Music, want we hebben dat samen een beetje opgestart met een klein groepje. Toen hij door had dat ik al snel een poetsvrouw had, bijvoorbeeld. Dan zei hij, Sven, dat is niet het echte leven. Hè, als 20 poetsvrouw in dienst nemen, dat kan toch niet? En je gaat dat niet meer weten wat het echte leven is. En mijn respect is ontzettend groot voor mensen die die job doen. En ik vind het ook fijn om die job te kunnen geven bij mij. En hij helpt het dan weer om tijd te kopen. En ik kan makkelijker... Ik had zeer veel energie om 's nachts te gaan DJ'en en overal in het land te gaan DJ'en. Eerst dan mijn hele kleine verloning daarvoor. En dat werd een beetje meer en een beetje meer. Ja, ik ben nooit in Dimitri Vegas of Like Mike geworden. En zal ik ook nooit worden. Zelfs geen Reggie. Maar dat doet er niet toe. Ik doe die dingen graag. Ik vind het niet erg om 8 weekendnachten op een maand
20 DJ-sets te gaan doen, wat ik sommige periode deed. En beetje bij beetje groeien de mogelijkheden en groeit ook je bewustzijn daarin. Ik denk dat dat voor veel mensen wel herkenbaar is. Ja. Ja. Maar je doet wel consequent, hoor. In sommige dingen, bijvoorbeeld, ik heb mijn foodblog, ondertussen een groot platform is geworden. Ik werk met heel veel merken samen daar rond, op een heel specifieke manier. Dus wij bieden gratis content aan de volgers op woodbychef.be. En daar zit ook op de social media een heel model rondgebouwd, dat een klant komt bij ons, we hebben een paar hele trouwe klanten, en voor hen ontwikkelen we recepten. En we bieden die gratis content aan onze volgers, die ook heel duidelijk weten dat dat samenwerkingen zijn. Dat moet ook, en je moet er ook advertentie bij zetten. Mm-hmm. Je moet ook geen probleem mee hebben, omdat je daar duidelijk in bent. Ja. Maar ik doe sommige dingen gewoon niet daarin. Omdat ik denk, ja, tof, leuk, maar dat is niet wie ik ben. Dat is ook niet leuk. Ik vind dit ook niet leuk om hier reclame voor te maken. Nee, ik wil toffe content creëren en als daar een goed verdienmodel bij zit, top. Ja, en hoe heb je die omschakeling gemaakt? Dus wacht, we beginnen bij jij als radiomens, hè? Dus je stem is het allerbelangrijkste. Had je dat snel door, dat je een stem hebt waar dat echt van alles mee te doen valt? Dat nou, jouw moneymaker was? Maar ik geloof niet dat dat mijn grootste, dat geloof ik zelfs helemaal niet dat dat mijn stem is. Ik denk eerlijk gezegd dat ik heb niet zo'n bijzonder stem. Er zijn veel, veel, veel mooiere, juistere radiostemmen. Het is meer wat je zegt dan de mechaniek. Je persoonlijkheid dan. Dat denk ik wel, ja. Dat ben ik wel altijd, ik heb altijd meningen gehad over van alles en nog wat. En die durven uiten. En soms vonden mensen dat echt belachelijk. En ik heb ook foute mening is nu misschien heel fout, maar soms zeer uitgesproken meningen, waar ik ook niet te beroerd van ben om daarop terug te komen, omdat ik denk dat uiteindelijk niks zwart-wit is. Maar ik heb het altijd tof gevonden om columns te schrijven in de krant. Ik heb bijna 15 jaar 3 keer per week column het laatste nieuws geschreven. Nu schrijf ik in de zondag columns om ochtendshows te doen en ook om op social media dingen te zeggen en te vertellen zoals ik denk dat ik ze zie. En ik denk dat dat het belangrijk is. Ja. Ja, want je deelt ontzettend veel. Hè? Ik bedoel, eigenlijk geef je ons de indruk dat we echt alles van u weten. Echt, hè? Ja, we kunnen u in de deur zien, wie weet wat er op tafel staat, wat je gedaan hebt. En toch is dat natuurlijk helemaal niet waar. Ja. Nee, kijk, nee. Genoeg. Het is ook een aanzienlijk deel van mijn privéleven waar ik echt voor gekozen heb. Het grootste, belangrijkste deel, omdat... niet om een of andere schaamte of schroom of zo, maar om dat voor mezelf te houden. Dat vind ik ook heel belangrijk. Als je ons soort job doet waar je alles met iedereen deelt, dan wil je het meest kwetsbare, het meest dierbare, daar wil je eigenlijk geen commentaar op krijgen. De rest kan ik aan. Ja. En de vraag die van mij, omdat ik vanuit de media nu in een business context werk, is dat de meeste mensen zijn bang om ook maar iets persoonlijks te zeggen. Dus de grens tussen persoonlijk en wat private is, die overlap is eigenlijk nog heel groot. Hè? En dan wat dat jij dan doet, is heel veel persoonlijke dingen laten zien, maar wat private is, zien we niet. Maar we krijgen wel die indruk dat we heel veel van jou weten. Waar trek jij die grens? Wat is voor jou zoiets van, kijk, dat... tot daar en dan ga je erover en dat doe ik dan niet. Hoe bepaal je die? Ja, ik denk dat echt het privé-relationeel leven, dat hou ik echt voor mezelf. Ja. En dat is altijd duidelijk, dat is door de pers ook altijd gerespecteerd, niet omdat het zo'n ontzettend groot geheim is, maar ja, weet je, relaties, dat zijn allemaal heel persoonlijke dingen en dan vind ik het ook goed dat iedereen in je omgeving goed mee is in dat hele verhaal, maar dat vind ik eigenlijk onbelangrijk, vind ik persoonlijk. Dat is nooit wat ik, dat heb ik nooit uitgespeeld naar het brede publiek. De dingen die ik wel naar het publiek breng, zijn dingen waar dan ook business aan vasthangt. Maar ja, oké, niet bewust, dat is redelijk organisch gegroeid. Ik ben bezig met, ik schrijf ontzettend graag. Ik denk dat ik met het wandelboek dat ik heb uitgebracht, dat ik daar mensen kan mee inspireren. Omdat ik echt geloof dat je gezonder maakt. Je kent het verhaal. Je weet hoe het zit, Janka, wat het allemaal geeft. Ja, ik wacht nog altijd op dat moment dat we samen kunnen gaan wandelen. Ja, want het gaat wel komen. Zoveel kilometers... Zoveel kilometers dat jij doet, dat is niet aan mij besteed. Zo 20, 30, dat is toch niet aan mij besteed. Maar dat doe ik ook niet elke dag. Ik wil elke dag wandelen, dat is belangrijk. Ja. En dan in het weekend kan het wat meer zijn, maar ik doe elke dag wel mijn anderhalf uur of zo, dat probeer ik ertussen te steken. Ja. Maar is dat als jouw ondernemersvibe zo, van kijk, je vertrekt eigenlijk, wat je daar straks al zei, altijd vanuit, wat doe ik graag?
En dat je op een gegeven moment denkt van, hé, daar is een verdienmodel, daar valt iets, valt business uit te halen. Dus je wandelt gewoon heel graag, je doet dat voor je gezondheid. En je denkt van, bon, ik heb hier iets geleerd daarmee, ik kan er ook andere mensen mee helpen, dus ik ga er een boek over schrijven. Ja, is dat, maar mechanisme? Ja, maar boeken schrijven, dat is voor ons niet zo gek als je in ons... Het is niet mijn eerste boek, het is boek 10 of zo. Ja. En mijn kookboeken zijn vooraf gegaan, omdat ik enorm gepassioneerde hobbykok ben en ook grote restaurantliefhebber. En wat ik wel gedaan heb, wat ik nu nieuw gedaan heb, en dat is wat het 2023, en wel al een beetje langer maakt, is dat op een bepaald moment, ik schreef een column voor het laatste, want ik schrijf ontzettend graag. Ik schreef een column al zo lang, 3 keer per week, met heel veel enthousiasme. Op een bepaald moment is een verandering van hoofdreactie en alle columnisten gaan eruit. Het wordt tabula rasa gemaakt enzovoort. Het eerste moment denk je dan, potverdikke, dat is vervelend, want dat is een inkomen en dat is, ja, en je doet dat vol passie. Maar op dat moment komt eigenlijk wel in je hoofd van, ja, maar we leven wel in andere tijden, met het grootste respect voor onze uitgevers en media, waar ik nog altijd deel van uitmaak natuurlijk. Maar je kan heel veel zelf vandaag, je bent dit nu ook aan het doen, je kan heel veel zelf vandaag. En dat is iets waar ondernemers moeten beseffen dat de mogelijkheden enorm zijn op dit moment. Ja, dus toen dacht ik, ja, ik ben met koken bezig. Ik heb al eens kookboeken bij een uitgever gemaakt. Ik breng het gewoon online en ik maak er een platform van. En ik ga daar gewoon zelf een businessmodel rond ontwikkelen. Dat ondertussen ja, betekent dat er echt honderdduizenden mensen komen daar naartoe. Naar woodbychef.be. Ik werk met hele toffe, grote klanten al jarenlang samen. Ik doe sommige dingen ad hoc, omdat ik voel dat ze ertussen horen, omdat ze met koken te maken hebben. Je bent eigenlijk je eigen uitgever op zo'n moment. Hè? Je bent, en dat is zo fantastisch. Dat vind ik daaronder. Je kan... Het zijn de meest interessante tijden voor ondernemers vandaag. Ja. Dat zie je constant gebeuren. Zie zo'n Average Rob die niks op klassieke media heeft gedaan en die gewoon een van de sterkste mediamerken is. Die bij de Kastaars iedereen nakijken gaf vorig jaar, die zijn eigen pilsjes op de markt brengt. En dat beter doet dan welk ander merk dan ook. Dat is wel... Oké, je moet die hype vasthouden, je moet het wel structureel goed uitbouwen. De hype is één ding en daar ga ik niet voor. Ik ga voor de langere weg, maar dat kan. Dus toen ik vorig jaar dacht, ja, ik ga nu toch dat wandelen, omdat het een verhaal is dat ik denk dat heel inspirerend kan werken. Ik ga dat wandelen, ik ga dat in een boek schrijven. Toen dacht ik, maar ik ga niet meer via een klassieke uitgeverij werken. En toen hebben we een eigen uitgeverij opgestart. En ondertussen zitten we aan het tweede boek. En voor volgend jaar staan er echt best wel wat nieuwe boeken op de plank, zoals het dan heet. Mm-hmm. En ook weer op een nieuwe manier. Waarschijnlijk met alle respect en heel veel liefde voor alle boekenwinkels, maar ons businessmodel zit anders in elkaar. Wij hebben hier zelfs hier in... Bij ons thuis hebben wij het voorbije jaar met maar enkele mensen die uitgeverij uit de grond gestampt. Ja. En alles hebben we gedaan. We hebben geschreven, we hebben zelf de drukker gevonden, we hebben het op social media gepromoot, we hebben een webshop gestart, we hebben zelf ingepakt, gesigneerd, naar de post gedaan. Nu weer een stapel klaar die vandaag nog naar de post gaat. Ja. Maar ja, je hebt dan ook weer andere marges daarop. Ja. En zo gaan er zijn heel veel bedrijfjes die nu... Als je idee goed zit en je werkt hard, dan kan er zoveel op. En wil je ons daar inzicht in geven? Want er zijn heel wat auteurs of professionals die een boek hebben uitgegeven en altijd met dat dilemma zitten, uitgeverij of niet. Ze dromen nog altijd van bij de uitgever te zijn. Dus de marge voor een auteur bij de uitgever is de 10% auteursrechten. En als je dan een hele palet boeken aankoopt, dan heb je nog eens extra 30% op de verkoopprijs en of 40%. That's it dan. Als je dan jezelf allemaal in de hand neemt. Ja, dus wij hebben we horen de verhalen van dat boek drukken, dat maken zelf, wat de uitgever doet. Eigenlijk is dat maar, ik zeg nu maar iets, €5 van de 34 aan de verkoopprijs dat boek uiteindelijk maar kost en al de rest is voor de uitgever. Wil je ons daar inzicht in geven in hoe dat voor jou is uitgedraaid? Op zich wel, maar het is niet zo... Kijk, en dan gaat het over ondernemen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Want ik kan daar nu niet zeggen, het is dat in procent, want zo werkt het ook helemaal niet. Het is elke keer weer ook het risico zelf durven nemen, durven inschatten van
wat ga ik daarmee doen? Wil ik naar de boekhandel gaan? Want uitgevers moeten daar niet met de vinger gewezen worden. De marges worden verdeeld onder heel veel mensen die daar ook hun werk voor doen. Hè? Daar is geen discussie over. Hè? Ja. Dus je hebt iedereen die meewerkt aan zo'n boek. En dan is die 10% of 11% die de schrijver krijgt niet eens zo ontzettend gek. Mm-hmm. Dus al die cowboyverhalen dat een uitgever eigenlijk gewoon de hele grote dief is, daar doe ik niet aan mee. Dat is het niet. Hè? Okay. Je moet die inspanningen ook doen. Je moet die inspanningen ook doen om zelf te gaan uitzoeken hoe ga ik het doen. Ja, mijn wandelboek is nogal logisch, kosten in het maken een heel stuk minder dan het kookboek wat ik nu met mijn mama heb gemaakt. Daar zit hele dure fotografie in die ik dan niet zelf kan doen. Ja. En dan moet je dan zeggen, ja, wil ik zoveel tienduizenden euro's daarin investeren? Want je hebt een minimumafname. Waar ga ik dat dan kunnen verkopen? Het is wel een volledig verhaal. Mm-hmm. Het is natuurlijk, ik vind het altijd ook heel makkelijk om te zeggen, ik heb nogal een hele goede, een van mijn allerbeste vrienden is denk ik de meest beroemde koekjesfabrikant van ons land en heeft een van de meest bloeiende bedrijven op de beurs en dat is Lotus Bakeries. Dat is een bedrijf van wereldwijd met één klein simpel koekje het verschil maakt en de voormalige grote naar de kroon steekt op een briljante manier. Ik ben daar super trots op. En dan kan je zeggen, als ik mijn inkopen goed doe, hoeveel kost zo'n koekje? Ja, zo werkt het wel natuurlijk. Nee, good luck. En probeer maar en kijk waar je koekje kwijt kan. Want dat is een succesverhaal. Maar er zijn ook, en ik zal ook wel eens een keer een foute beslissing nemen met een boek te gaan doen. Maar ik ben er. Het is mij veel plezier. Dus ik vind het niet zo simpel om daar de vinger op te. Of om het hier even te gaan uitleggen. Want zo werkt het. En het verschil is natuurlijk dat wij al een groot publiek hebben. Hè. Je hebt al een basis gemaakt met een heel grote social media bereik. Mm-hmm. En dan bereik je ook je klanten die ook aan jou gelinkt zijn omdat ze jouw verhaal boeiend vinden. Ook weten bij mij, en als je spreekt over veel van mijn privé te laten zien, als het nu over koken aankomt, mijn keuken te laten zien, mijn restaurants bezoeken, mijn etentjes, wat ik maak. Ja, ik heb natuurlijk jarenlang content gemaakt. Dat is ook een soort van investering. En dat daar nu een boek is, zeggen mensen, ja, Sven die kan wel, zijn recepten zijn leuk en ze zijn niet te moeilijk en ze zijn anders. Dat is een boek dat ik wil kopen. Ja, het vloeit eigenlijk voort van uit hetgeen waar je al jaren mee bezig bent. Hè. Wanneer ben jij bewust, ben je op een gegeven moment bewust beginnen nadenken over, hey, ik heb hier een groot bereik, ik kan daar ook andere dingen mee doen? Dat is ook wel iets gaandeweg dat je ontdekt, want er was geen social media voordien. Mm, dat niet bestond. Dan moest je wel via een uitgever, moest je via een krant, moest je via weet ik veel wat allemaal. Het moment zit bijna daar. En ik wil daar ook niet mijn fijne bazen bij DPG of Joe ongerust maken. Maar ja, het staat gewoon in de sterren geschreven dat zelfs de radio binnen, als het ook andere vormen gaat aannemen. Het gebeurt ook al hier en daar. Mm-hmm. Ja, en dat is fantastisch om in een groter geheel te zitten als Joe. En dat wil ik eigenlijk waarschijnlijk tot mijn pensioen ook doen, zolang het kan, zolang het publiek is. Ja. Maar ja, je kan morgen... Ik ben ook niet zo ontzettend bang als morgen. Misschien voor dat Joe-concept ben je toch te oud. Dat ga ik jammer vinden, want ik heb een heel goede band met mijn collega's en met de luisteraars. Maar ik ben ook wel eens een keer van Radio 2 naar Donna, naar Q-Music, wat we zelf hebben opgericht, naar Joe gegaan, waar ik nu al 7 jaar gelukkig ben. En ik denk dat ik misschien op mijn 80ste vanuit ons flatje in Barcelona een ochtendshow maak waar mensen kunnen naar luisteren. En dan gaan er misschien maar 1000, 4000, 50.000 mensen luisteren. Maar misschien ook alweer genoeg om daar ook investeerders om te verbinden die zeggen, hey, is fijn dat dat nog altijd bestaat. En daar zit ook een doelpubliek. Dus ik denk dat je veel kan tegenwoordig. Ja. Dus je hebt wel die flexibiliteit. En ja, dat is ook weer dat ondernemerschap, hè, van altijd naar de opportuniteiten te kijken in plaats van, oh nee, ik word hier te oud. Of het zou kunnen dat ze mij hier te oud gaan vinden. En, oh. Dus je zoekt altijd de opportuniteitenkant. Ja, en dat gaat iedereen die onderneemt zeggen, met de nodige mislukkingen onderweg. Ja. Ik bedoel, de ondernemer die nergens een mislukking heeft, die bestaat niet. Geef ons een voorbeeld. Wat is een mislukking waarvan je denkt van, die wil ik wel eens vertellen? Oh, dat is mislukkingen of dingen die stoppen omdat ze op zijn op een bepaald moment. Ja. Hè? Ik bedoel, op het moment dat het laatste nieuws zei, die column stopt... Dat vond ik. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Iets in jezelf zegt dan en,
waarom? En ik heb toch 15 jaar trouw gedaan en ondankbaar. En dan hoor je dat ook in je omgeving. Heel veel mensen hebben dan de reflex, schandalig. Echt schandalig. Zo'n trouwe schrijver geweest. Ze waren toch goed, je columns. Zelfs toen je ziek was, op vakantie was, was hij er. En dan droppen ze je als een stuk vuil. En iets in je hoofd denkt dan ook, onrechtvaardig. Maar dat is niet waar natuurlijk, want die opdrachtgever die kan zeggen, we gaan het gewoon om duizend en één reden, we gaan het eens anders gaan aanpakken. We denken dat het wel zijn tijd heeft gehad. En die mag dat zeggen, hè, want je bent daar ook maar klant, werkgever. Er is op zich niks verkeerd mee. En dan kan je ofwel zeggen, ik ga hier in een hoekje zitten treuren, of je kan zeggen, hé, maar wacht eens, ik schrijf graag. Nu zijn er mogelijkheden om voor jezelf te gaan schrijven. Ik kan mijn publiek wel beetje bij beetje gaan bereiken, denk ik. Als ik goede content aanbied, heb ik het zelf in eigen handen. Dus ja, een deur die dichtgaat, is minstens een raam dat weer open gaat om door te springen. Want een deur is het niet altijd. En je moet zo zelfs een keer weer je eigen koevoet gebruiken. Ja. Maar je kan weer naar het volgende verhaal gaan. En hetzelfde wanneer eigenlijk voor mij toen toch een beetje onverwacht, nadat ik Make Your Music uit het niets had opgebouwd, en dat eigenlijk ook samen met Erwin Dekkers en nog wat collega's ons kindje was, maar we waren eigenlijk met drie van de VRT ooit vertrokken om dat te gaan maken in het huis van Christian van Tilo. Wanneer dan na 16 jaar, dat was 15 jaar, 16 jaar, wordt het echt heel fijn. En we hebben hier een prachtig verhaal gelopen met enorme luistercijfers. En het bedrijf heeft er, ik weet niet hoor, honderden miljoenen of meer aan verdiend in de loop der jaren. En jij hebt er ook je boterham goed mee verdiend, maar we stoppen ermee. Ja, dat is niet zo fijn, hè. Dat is niet zo fijn. Maar dan denk ik, ja, maar wacht, ik kan wel, ik kan de radio maken. En je herpakt je heel snel. En eigenlijk zou het niet beter kunnen zitten dan bij Joe. En ook al heb je op dat moment zoiets van, hey, toch een klein beetje van, fuckers, wat doe je mij nu aan? Hoe ondankbaar ben ik nu, elke basis dat toen beslist heeft, ontzettend dankbaar. Want ik paste gewoon niet meer bij die cue die toen werd gemaakt. Ja. En nu zit ik op een zender die op mijn lijf is geschreven, voor de tijd dat het duurt. En dan gaan we misschien Radio Minerva meegaan. In Barcelona dan. Maar je zegt dan, ik paste gewoon niet meer bij die zender. Dus dan hebben we het eigenlijk over ook een publiek. Hè? Er is een bepaald publiek en er is een klik. Of de zender beslist van, ja, jij bent een match met dat publiek. Ben je daar bewust mee bezig van wie luistert er naar ons? Of wie leest mijn boeken? Of wie volgt mij? En werk je naar hen toe? Of denk je van, kijk, ik ben ik en mensen kennen mij ondertussen al wel, dus die match komt vanzelf. Snap je? Ik vind dat een andere beweging. Ik snap het ontzettend, maar ik denk dat het is sowieso de twee, want anders klopt het niet. Hè? Ja, anders kan je er geen businessmodel van maken, zo simpel is het. Maar aan de andere kant denk ik, zeker in het soort business die wij bouwen, dat consequent in wie je zelf bent blijven belangrijk is. Maar, ja, ik zei net al dat ik een mens ben die wel eens twijfelt aan zichzelf. En die openheid en die eerlijkheid ook delen met het publiek is ook belangrijk. Want dan denken mensen na 25 jaar, ja, dat is waar Sven voor staat. Consequent in consequent zijn. Maar wat bijvoorbeeld wel is je doelgroep. Hè? Om maar iets te zeggen, met het grootste respect voor de jonge, nieuwe wolven die er zijn, waar wij ook geweest zijn, weet je nog, Janke, een kwartier geleden. Ja, weet je, ik voelde dat op een bepaald moment, zeker bij die jongere zenders, klopte mijn verhaal ook niet 100% meer. Ten eerste, je staat een stukje verder in het leven. Je opvatting, maar ook het publiek waar je voor werkt, staat ook een stukje verder in het leven. Heeft ook wel eens een keer het een en ander meegemaakt en relativeert sommige dingen. Of zal misschien ook bij sommige dingen net iets minder enthousiasme hebben. Zal misschien toch staan kijken naar bepaalde, noem het dan woke of andere trends. Ja, maar kom aan, rustig. Natuurlijk gaan we voor inclusie en diversiteit, maar liefst niet met pistool in mijn mond van je bent heel slecht als je niet 1000% woke bent. En het is nu bijvoorbeeld bij Joe is dat heel fijn dat je dat ook nog kan en mag zeggen. En ik zal nooit anders doen op mijn social media, ik zal ook nooit anders doen in mijn verhaal. Tuurlijk, ik evolueer mee met de maatschappij en heel graag enzovoort, maar mogen we nog een klein beetje relativeren, want wij weten ondertussen wel uit ons verleden dat de soep, als je de soep zo
opdenkt op het moment dat ze ontzettend heet is, dan verbrand je je meestal wel een klein beetje. Ja. Daar ook over kritieken dat je krijgt, dan vooral de slechte kritieken, dat is interessant, van hoe gaan we daarmee om? Dat is ook iets waar we in de media als bekende figuren, en jij dan nog meer dan ik, omdat voor mij dat verhaal al een tijdje is afgesloten. Hoe ga je daarmee om? Kan je daar je ervaringen in delen voor de luisteraars van deze podcast? Die zijn bang voor ook maar de minste kritiek, omdat dat is een gewenning. Hè? Je moet leren hoe daarmee om te gaan. Hè? Maar kijk, het belangrijkste is wat je aan het doen bent echt wat je vindt dat het juist is voor jezelf. Hè? Want dat kan op veel verschillende manieren zijn. Als dat het is en je bent daarvan overtuigd, als je met twijfels zit, dan klopt er. Dan klopt. Als je denkt van, dit kantje in mijn onderneming of in mijn persoonlijkheid is eigenlijk ook wel echt een heel fout kantje. Mm-hmm. Ja, als daar kritiek op komt, dan heb je er niet veel. Dan kan je niet veel aan doen. Als het gaat over smaak en opinies en zo, weet je, dan kan mij dat eigenlijk niet zo ontzettend veel schelen. En dat heb ik wel geleerd. Daar heb ik een heel specifiek moment. Ik was 22, 23 of zo. Ik mocht plotseling de grote programma's bij Radio Donna gaan doen, want toen de zender was die echt heel groot aan het worden was. En we zaten nog in de tijd waar er enorme... Je had Studio Brussel, je had Donna, dat waren vijanden. Dat in dezelfde gang. Humo, daar was je dan Humo. Ja. En Humo deed een poppel elk jaar, waar ook de slechtste radiofiguur van het jaar werd verkozen. En ik had geluk dat mijn mentor destijds, Michel Follet, bijna elke keer op nummer 1 stond, terwijl dat eigenlijk een fantastische radiomaker was. Maar ik slaagde toch al vrij snel in om in de top 3 binnen te komen en op 2 bij Radio Lul van het jaar te komen. Ja. En als je dat op je 20ste, 21ste, 22ste voor hebt, dan vind je dat niet leuk. Dat is heel heftig. Dat is heel zwaar. En ook, het zou eigenlijk niet moeten mogen zo hard. Dat zou misschien ook niet meer kunnen vandaag, vind ik. Maar goed, maakt niet uit. Dat had een enorme impact op mij. En Bert Genen, een waanzinnig aimabel man die toen mijn baas was, ik kwam bij hem en ik zei, zie dit, ik ga er moeten mee stoppen. Als mensen mij zo slecht vinden en een lul vinden, dan moet dit stoppen. En Bert zei, ga lekker zitten, Sven. En dat was in de tijd dat er bij de VRT nog frigootjes in de bureaus van de bazen stonden, waar pintjes in stonden. En Bert zegt, neem nu een pintje. Allebei. En hij zei, kijk, zeg, dat wil alleen maar zeggen, als je erin slaagt om bijna uit het niets zo snel daar te staan, is dat mensen jou kennen. En nu, Donna is toevallig de grote vijand voor iedereen die Studio Brussel-fan is en die mensen stemmen voor de poppel. Beschouw het gewoon als een compliment. Je bent je stem en je verhaal aan het laten horen aan mensen. Dus, en dat heeft, dat moest een beetje binnensijpen, maar had gewoon natuurlijk gelijk. Hè. Had 100% gelijk. Ja. Ja. En dat probeerde de hele leven te passen. Ja. 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 Dus als het over smaak en opinies gaat, dan ga je niet in gesprek? Of ga je juist wel in gesprek? Of? Ja, zolang het beleefd blijft, dan op social media is dat ook niet altijd het geval. Nee. Zal ik wel even in gesprek gaan. En de ervaring leert mij ook dat als mensen heel erg kritisch en lastig en kwaad zijn en erover gaan, kijk, dan heb je zo'n procent, en dat is niet zo groot, van absolute klaviergekken die niet te redden zijn. Dat is gewoon zo. Maar veel mensen zijn verbaasd dat je dan toch in gesprek gaat en zegt, oké, kan zijn, maar dit is gewoon mijn mening en ik respecteer ook die van jou. En nog een hele fijne weekend of dag en sorry dat ik jou niet gelukkig kan maken. En toch heel vaak komt dan, weet je, sorry, ik heb ook een slechte dag. En ik had nooit gedacht dat je met mij zou beginnen praten. En dat is misschien ook wel een les voor elke ondernemer. Niet iedereen gaat heel enthousiast zijn over wat je doet of over je publiek, product. Maar het feit dat die er al jou over contacteert, is dat die al met jouw product te maken heeft. Wauw. Want het is eigenlijk natuurlijk een lotus bent en altijd en iedereen heeft al je speculoosje al eens geproefd. Zijn er heel veel producten die maar bij een heel beperkt aantal mensen komen. Oké, dat eerste contact heb je al. En die is om een of andere reden niet tevreden. Misschien ook wel gewoon een beetje terecht. Mm-hmm. En dan ga je in gesprek, kan je misschien iets van leren. En als het helemaal onterecht is, dan zeg je sorry, maar dit is nu eenmaal wat wij maken. Misschien zullen wij niet het juiste product zijn, maar heel fijn dat je hebt. En vaak komen daar de trouwste klanten en luisteraars uit. Hoor. Ja. Kijk, ik denk dat je ook gemakkelijk kan loslaten dan. Hè? Of dat heb je geleerd, dan heb ik de indruk. Ik heb de indruk van oké, kom maar, maar kan het ook laten gaan. Ja, op zich wel. Maar natuurlijk, je hebt je micromomentjes waar je denkt, en soms kunnen mensen heel hard zijn in wat ze over je zeggen en denken dat wel even. Binnenkant denkt, wow, waarom? Ja.
Maar zolang, en dat is de reden waarom ik probeer dat beetje privé nog privé te houden, zolang het niet daarover gaat. Ja, ja. Het meest ellendige dingen zijn wanneer het echt... ik zie ook rond mij, hè, wanneer het over je kinderen of voor je ouder of je partner of zo gaat. En als daar hard wordt over gedaan of over een gebrek wat je hebt, een beperking die je hebt, een huidskleur, whatever, een geaardheid, whatever. Als het daarover gaat, dan denk je, jongens, kom maar. Waarom? Laat iedereen toch zichzelf zijn met zijn eigen... en daar probeer ik toch een beetje de bescherming rond te houden. Maar al de rest... Ja. Maar elke week... Enfin, het lijkt... Dat is perceptie, hè? Elke week naar Barcelona vliegen, dat mag iedereen weten. Perceptie. Ja, ik zeg het, dat is perceptie. Hè? Want ik denk dan... is daar weer? Het is weekend. Ah ja. Dus ik maak daar een verhaaltje van, omdat dat is wat ik... hoe dat het overkomt. Hè? Wat heb je met Barcelona? Wat is daar allemaal? Het was een perfecte inleiding om te vragen, kan dat nog wel in 2023? Ja, ook. Ja, maar dat is dan de volgende. Hè? Ik ben maar aan het... Nee, maar kan dat nog? Het kan nog. Ik snap wel wat mensen daar allemaal voor kritiek op hebben. Ik begrijp het. En het is ook wel voor een stuk terecht, denk ik. Ik denk dat iedereen een beetje op zijn manier moet kijken hoe hij authentiek in zijn schoenen staat. En oké, ik vlieg wel wat vaker dan de rest. Het is overigens echt niet elke week. Maar je kan ook de andere inspanningen doen. Ik ben bijvoorbeeld echt een freak als het gaat over hoe je met eten omgaat. Dat vind ik superbelangrijk. Ik snap echt niet als mensen eten verspillen, gaat er bij mij op geen enkele mogelijke manier. Ik probeer ook, ik rijd ook een hybride en ik ben echt, ik slaag er eigenlijk 100% in om al mijn woon-werkverkeer op de batterij te rijden enzovoort. Ja. En ook daar kun je je vragen bij stellen. Ik geloof wel heel erg in wetenschap. Ik denk dat daar de grootste... Daar zit mijn optimisme, mijn ingeboren optimisme zit daarin dat de wetenschap, denk ik, nog heel veel dingen gaat doen. En het met de vinger wijzen, dat doe ik niet zo. Dat doe je niet aan mee. Anderen ontzettend veel. Mij ga je nooit met de auto naar de bakker zien gaan. Maar iedereen moet daar zijn eigen verhaal doen. En je ook publiekelijk over alles gaan verantwoorden. Ik zit niet in dat kamp, laat ik het zo zeggen. En dan de echte leuke vraag. Ik heb een grote liefde voor Barcelona al lange tijd. Sinds meer dan 10 jaar daar een flatje gekocht in het midden van de stad. Het is een fantastische stad waar ontzettend veel gebeurt. Waar je lekker kan eten, waar je goed kan wandelen. En aan de zee zit. En aan de zee zit. Het is niet te warm, het is nooit te koud. Wat dat betreft is het veel aangenamer dan Madrid, waar je die twee uitersten wel hebt, zomer en winter. Het is niet ver. Het is gewoon... Ja. Anderen naar de zee rijden in het weekend, vlieg ik 1, soms 2 keer per maand naar Barcelona. Ja, I love it. Ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. En natuurlijk, ik heb wel wat met die architectuur daar ook. Dus dat is ook een deel van het verhaal. En dan de zee erbij, dus vind ik het ook fantastisch. Oké, Sven, laatste vraag. Enfin, je mocht mij ook een vraag stellen, hè, maar mijn laatste vraag voor u is... dus jouw ondernemerschap, je hebt de radio, je hebt je DJ'en, je hebt dan de Would Be Chef, je hebt dan ook nog eens de uitgeverij. Een wijnmerk hebben we. Juist. Hoe ver kan je nog gaan? Hoeveel tijd heb je nog over op een dag? Een grote passie. Ik ben altijd met eten en wijn bezig geweest. En mensen zeiden mij altijd van, wel een lekkere wijn en help mij eens. En we hebben er zo onze hobby van gemaakt om hele lekkere betaalbare wijnen overal te gaan zoeken. En die onder ons eigen label ook online te verkopen. En dat is eigenlijk een fantastisch verhaal de afgelopen jaren. Het is echt per tienduizenden, honderdduizenden flessen dat wij aan de man brengen. Ongelooflijk. Dus ik denk aan de service. Service nog erbij of zo? Ja, maar het is... Keramiek? Nee, want ik ben geen pottenbakker. Maar dat doorgedreven met creativiteit bezig zijn, dat is niet alleen altijd een ondernemer. Hè, om maar te zeggen, het huis waar we wonen is een oud monument dat we volledig hebben ingericht. En daar hebben we voor dat huis al snel een logo laten maken, omdat er ook een naam aan het huis hangt. Het is een naam met... En dat logo hebben we ondertussen in ons eigen servies thuis, in de servietten. Ja, echt waar. Als de mensen komen eten, is het met een menukaart waar het logo staat opgedrukt. Ja, dat soort dingen. En dat is
En dat kost eigenlijk niet zo ontzettend veel. Hè? Het is gewoon, en dat vind ik tof om altijd doen. Ik vind dat zo grappig om te horen, want dat zijn voor mij dingen die ik vroeger deed, voor ik kinderen had. En dan was ik ook met zo'n kerstcadeautjes, dat moest niet gewoon iets kopen zijn en verpakken. Nee, dat moest dan bewerkt worden tot iets anders. En de verpakking ging ik dan zelf ook creëren met dan van alles en nog wat. Dus dat, ook die creativiteit stak ook overal in. Maar dan krijg je kinderen en dan... Ja, die hebben we. Je hebt wel een prachtige kat die ook veel aandacht vraagt. Ja, maar die eigenlijk opvallend rustig is, want hij kan al even typen, maar hij heeft... Kijk. Hij is ongelooflijk. Het is een hij van zijn. Maar je wil een vraag stellen. Je had nog een laatste vraag, Janke. Ah wel, dat was van dat ondernemerschap. Van hoe ver wil je, kan je, denk je nog te gaan? Heb je daar nog een idee van? Zijn er nog dingen op tafel die je denkt van... dat wil ik toch eens proberen. Of zo. Ik ga verder gaan. Maar verder betekent niet verder, maar betekent doorgaan. En het kan zijn dat er nog andere verhalen bij komen. Ze moeten altijd kloppen, het moet altijd binnen mijn tijdschema passen. Het moet juist zijn en steeds juister moet het worden. Ik wil het steeds meer zelf in handen bij alle dingen die we doen. Mm-hmm. En daar dan de juiste mensen al dan in freelance rond verzamelen. Mm-hmm. En dat denk ik, ga ik heel mijn leven doen. Dus de gedachte pensioen, ik ga altijd dingen blijven doen, zolang ik het aan kan, ga ik dit blijven doen. Zo. Wel, ik vind die radio voor tachtigers alvast iets om naar uit te kijken. Ik denk dat er geweldig gaat uitzien met de juiste muziek en de juiste grappen. Geef ons nog wat tijd. We zijn nog zo jong. Je moet daar nog in groeien. Je bent nog niet klaar om dat te doen. Je hebt die wijsheid nog niet. Oké, Sven, dank je wel voor dit gesprek en have a great life. Hè? Ja, hetzelfde voor jou en binnenkort echt wandelen samen. Ja toch, als het geen stront weer is. Hè, want dat doe ik niet, zo dapper ben ik niet. Anders. Barcelona. Yes, deal. Ja, ik ken alleen de stad, dus niet de buiten van Barcelona. Ik ben nooit buiten Barcelona gaan wandelen. Maar dat doe jij wel, hè? Absoluut. Jouw gids. Dank je. Goed, dag. Yo.